Hoe is het om mantelzorger te zijn? Nou, ik kan leukere dingen bedenken. Ja. Dus ja, want je kan geen kant meer op. Met alles, thuiszorg, alles. Je bent constant bezig met... Nou, laat ik het zo illustreren. De thuiszorg kwam en ik zat op het toilet. Nou, dat geeft eigenlijk wel weer wat er dus gebeurt. Ja, dus... Mantelzorgers hebben het niet altijd gemakkelijk. En daarom gaan vrijwilligers van Voorschoten voor elkaar op de dag van NL Doet een aardigheidje langsbrengen. Ik ben wel bekend met het begrip mantelzorger. Zelf heb ik er niet mee te maken, maar ik heb toevallig gebeld naar mantelzorgers om te vragen hoe en wat en hoe het met ze gaat en of ze dingen nodig hebben vanuit Voorschoten voor elkaar. En dan merk je wel dat het heel hard nodig is en dat er heel veel gedaan wordt voor mensen, voor elkaar. Beetje een hart onder de riem, want ik denk dat daar wel heel veel gedaan wordt. En ik denk dat heel veel mensen dit uit liefde doen voor een ander. Maar het is soms ook best wel zwaar, merkte ik toen ik belde. Dacht ik, ja, het is natuurlijk niet iets wat je even voor een weekje doet. Je gaat zoiets vaak aan en dat duurt vaak maanden, jaren. En dat is ook best wel zwaar. Dus ik denk dat ze het wel verdienen. Dat spreekt natuurlijk voor zich. Hè. Als je mantelzorger bent, dan heb je best wel een zware taak. Als je dat ook vrijwillig doet, dan is het gewoon wel echt ja, heel fijn om af en toe ook gewoon even een blijk van waardering te krijgen. Iemand die even bij je langskomt en zegt, goh, joh, je doet het hartstikke goed. Fantastisch mooi werk dat je dat doet. Gewoon vrijwillig. Nou, dat verdient gewoon om één dat ik gewoon langs ga en dat aan deze mensen geef. Ja. Voor de vrijwilligers is er koffie, thee en taart. En de kersverse burgemeester Nadine Stemerdink komt ook kennis maken. Nou, gisteren en vandaag is natuurlijk NL Doet. En dan laten we even zien hoe belangrijk het is dat vrijwilligers er elke dag zijn voor de samenleving. Of ze nu voor mensen zorgen, werken in het theater of bij Voorschoten voor elkaar, waar we hier nu zijn deze ochtend. Mooie dagen om de vrijwilligers in het zonnetje te zetten. En daarom ben ik hier eigenlijk. Verslaggeefster Maxime Groot gaat met vrijwilliger Henry op pad om geluksklavertjes uit te delen en even een kort praatje te houden met mantelzorgers in Voorschoten. Ik heb hem zelf gezegd van, ik neem hem gewoon mee naar huis. Hij is niet gelukkig daar. Ik moet zeggen, het ging goed. Weliswaar met hulp, met de thuiszorg en nog andere disciplines. De fysio die twee keer in de week komt, de huisarts die... elke maand komt kijken hoe het met hem gaat. En ik moet zeggen, het gaat goed. Ja, we zijn nu sinds een aantal jaar natuurlijk gepensioneerd. En hebben heel veel gereisd. En ja, dit is dan... wordt dan ons einddoel, zeg maar. Ik heb heel veel hobby's. Ik haak heel graag. Ik ben heel creatief. Ik doe heel veel dingen thuis. Puzzelen. Dus ik vermaak me wel. En kunnen wij u dan vandaag nog blij maken met de klavertjesfeer? Vindt u dit een Ja, dit gaat wel. Ja, ik zet me niet in de tuin, want dan zet ik weer onkruid te verwijderen daarna. Dus hij komt wel in een potje, maar niet in de tuin. Ja, nee, gewoon, het is mooi weer en pluk de dag. Het is niet anders, joh. Als er onverhoopt niemand open doet, gaat de envelop met de nieuwsbrief van Voorschoten voor elkaar in de brievenbus en het klavertje 4 op de deurmat. Een feestje op de grachten in Leiden. Daar zorgt de spelers en staf van ZZ Leiden basketbal zondagmiddag voor. Anderhalf uur lang voeren ze in twee grote sloepen door het centrum om zich te laten toejuichen door de fans. Nadat ze afgelopen donderdagavond de derde wedstrijd op rij in de play-offs hadden gewonnen van Heroes Den Bosch. En daarmee werden de Leidse basketballers voor de vierde keer in de historie landskampioen. Zondag rond het middaguur gingen ze ter hoogte van de Pelikaanhof aan boord nadat ze waren toegesproken door sportwethouder Paul Dirksen, die ze uitbundig complimenteerde en feliciteerde met het behaalde succes. Een speciaal woord had hij voor Worthy de Jong. Jullie zijn ons allemaal even lief, maar er is één iemand die moeten we als Leiden even noemen. En dat is Worthy de Jong. Deze man is hier sinds 2010, volgens mij 2011. In zijn tweede jaar werd hij kampioen, 2011 in de tweede verlenging, ik kan me nog herinneren. Hij was met Montamagui, iedereen kotsend langs de lijn, maar wel gewonnen. 2013 was je erbij, je bent heel even in Frankrijk geweest kijken hoe het daar gaat.
Maar toen kwam je snel weer terug naar Leiden. En Rudy, we hadden afgelopen oud en nieuw hadden wij een leuk gesprek online over sport en de impact voor de samenleving. En ik vind jou echt een rolmodel voor wat sport kan doen en hoe sport ook anderen kan inspireren. Je hebt er goede ideeën over, maar je leeft het ook vooral. En ja, volgens mij ben je heel belangrijk voor dit team, voor deze club, sowieso al jarenlang. Maar ook voor de stad en voor de jonge generatie die nu opgroeit en die zo'n rolmodel misschien ja, iets eruit pakken waardoor ze ook iets van hun leven maken. En daar wil ik je voor bedanken. En ik hoop dat we nog heel lang van je hier kunnen genieten in Leiden. Dus eenmaal applaus voor Rudy nog. De huldiging moest noodgedwongen plaatsvinden via een boottocht, zodat de fans niet massaal naar één plek zouden komen. En dat lukte prima. Op tal van plekken langs de route werden de boten toegezongen en met confettikanonnen beschoten. Sta op als je voor Leiden bent, schalde regelmatig over het water. En ook de kreet, echte helden komen uit Leiden, kwam regelmatig in beeld. Een verwijzing met een knipoog naar tegenstander Heroes uit Den Bosch. Na een laatste uitgelaten ererondje bij de Duke of Oz, waar supportersvereniging de Blauwe Brigade zich had verzameld, werd de zegetocht beëindigd en kan de club zich op gaan maken voor het nieuwe seizoen. Vijf jaar geleden kreeg Leiden haar eerste plantenasiel, waar thuisloze kamerplanten op zoek kunnen gaan naar een nieuwe eigenaar. Afgelopen vrijdag opende het asiel voor het eerst sinds de lockdown haar deuren weer voor bezoekers. Vanwege de coronacrisis was het asiel lange tijd gesloten, maar de vrijwilligers hebben niet stilgezeten. Toen moesten we natuurlijk gaan nadenken over hoe nu verder. Dus hebben we al vrij snel bedacht om adopt en collect op te zetten. Dat liep eigenlijk heel goed. Dus we hebben gewoon foto's gemaakt van de planten en die op internet gezet. En dan konden mensen planten reserveren. En die konden dan een afspraak maken binnen een tijdslot en dan de planten ophalen. En dat is nu gelukkig weer over. Kun je wat uitleggen over het concept van het plantenasiel? Ja, we adopteren of we accepteren eigenlijk alle planten die anders in de kliko zouden belanden. Dus we willen ze graag een tweede kans bieden. Dus die zijn misschien niet meer zo mooi. Of die zijn bijna stervende. Of mensen die denken, ja, ik geef het op. En we zorgen weer voor ze. Wie runnen jullie allemaal het plantenasiel? We zijn met een groepje van, ik denk ongeveer 10 mensen. En het is eigenlijk een hele gemêleerde groep. Met mensen uit allerlei landen. En alle windstreken van de wereld. Mayina is onze beste vrijwilliger. Ze is hier elke week. Lekker op de stoel. En ze is de mascotte van. Ze is mijn hondje. Het is een zwerfhondje uit Roemenië die ik zelf heb gevonden. En wat voor mensen komen hier langs? Van alles en nog wat. Heel veel studenten. Ook heel veel oude mensen die komen planten brengen. Maar voornamelijk mensen die bezig zijn met duurzaamheid. En er komen ook mensen die gewoon helemaal geen planten hebben of net beginnen en die op zoek zijn naar nieuwe plantjes. Rond de Haanstraatschool was het jarenlang eigenlijk niet zo heel erg veilig of niet zo prettig. En dat zien we nu gebeuren. Want jullie moesten waar ik sta je fiets neerzetten. Nou ja, en er kwamen allemaal auto's en busjes voorbij rijden. Moest je oversteken. Dat is eigenlijk helemaal niet zo prettig als je hier gewoon rustig naar school wil kunnen gaan. Ja, het is een heel lang verhaal. Het was eigenlijk altijd al een stukje onveilig. En op een gegeven moment was er een straatherindeling. En toen verviel de wegmarkering. Zodat eigenlijk het Rapenburg één grote autoweg werd. En ja, als je dan 300 kinderen elke dag heen en weer hebt lopen op een straat van 40 centimeter. Met voorbij razend verkeer. Toen werd het wel heel erg tricky. Maar toen zijn jullie actie gaan voeren, hè? Met spandoeken naar het stadhuis. Ja, hebben we ook gedaan. We hebben ingesproken, spandoeken, handtekeningen, wethouders gestolkt. Dus we hebben van alles en nog wat gedaan om in ieder geval wel er aandacht aan te geven. En uiteindelijk heeft dat toch dan wel geholpen om de noodzaak in te zien dat er iets moest gebeuren om de veiligheid te vergroten.
We hebben samen met de schooldirecteur en met de leerlingen hebben deze nieuwe verkeerssituatie geopend. Dat betekent dat op het Rapenburg, waar vroeger de leerlingen de fietsen parkeerden, daar zijn de fietsenklemmen weggehaald en die zijn nu op de Doezalstraat geplaatst. En dat is een stuk verkeersveiliger, omdat de leerlingen daardoor niet meer de straat over hoeven te steken. En dus ook niet meer de hele tijd langs allerlei auto's en vrachtwagens hoeven, die hier ook 's ochtends en 's middags best wel veel langs komen rijden. Vroeger is er ook het idee geweest om de straat tijdelijk af te sluiten. Dan kunnen daar helemaal geen auto's meer komen. Dat is op zich natuurlijk vanuit de autoluwe gedachte nog steeds een mooi idee. Maar dat kan pas op het moment dat we Rapenburg ook helemaal autoluw kunnen maken. En daar is op dit moment de parkeerdruk nog te hoog voor. Maar we hebben wel gezegd, ja, we willen gewoon die verkeersveiligheid hier ook nu al verbeteren. Dus gaan we al aan de slag met deze oplossing. En als dan op een gegeven moment over een paar jaar de situatie toelaat om Rapenburg autovrij te maken, ja, dan kan het natuurlijk helemaal hier echt een prettige en veilige omgeving worden. Wat heel veel mensen met zwanen hebben, dat heb ik juist met ganzen. Ik vind ganzen veel leuker dan zwanen. En ik denk een van de leuke dingen aan ganzen vind ik dat ze familiebanden hebben. Dus ze beperken zich niet alleen tot het gezin, maar je hebt dus verschillende ganzengezinnen die samenwerken. Stefan van der Burg is coördinator bij de vogelopvang voor de Leidse regio. Zoals ieder jaar rond deze tijd is het momenteel topdrukte op de bescheiden locatie aan de draadbaan in Leiderdorp. Als ze half volwassen zijn, springen ze het nest uit. Dan zijn ze nog niet helemaal wereldwijs. Dan zijn ze een hele makkelijke prooi voor katten. Zeker een aantal die snappen bijvoorbeeld ramen nog niet. Die vliegen tegen een raam aan. Die blijven op een versufte grond liggen. Ja, dat is natuurlijk sowieso een hele makkelijke prooi. Degenen die dat niet doen, die zijn ook makkelijk. Want wat ik zeg, ze zijn gewoon nog niet bang voor alles. Ze snappen het leven nog niet zo goed. Dus het zijn vooral wezen en katslachtoffers die we binnenkrijgen. Een groot deel van de dag zijn de vrijwilligers de vogels aan het voeren. Dit is echt een typische, die is oud bij ons gekomen. Die spert alleen naar zijn eigen ouders en doordat wij dat niet zijn. Voor een enkele bewoner is dit tevens het moment om een vluchtpoging te doen. Gelukkig zijn Van der Burg en collega's goed voorbereid en wordt de herstellende vogel snel weer gepakt. De coördinator is blij dat zijn gasten over het algemeen slechts kort op het asiel verblijven. Bijvoorbeeld een koolmees die is in 21 dagen van kaal bloot jonkie wat net uit het ei is tot een vliegvlug jong. Wat nog wel een weekje door zijn ouders gevoerd en verzorgd wordt. Maar in principe het gaat echt over weken. Gelukkig niet over maanden bij vogels. Dat is voor ons het fijne. Anders zou het niet te doen zijn. Ondanks dat de vogelopvang blij is met haar huidige verblijf, hoopt Van der Burg dat het asiel binnenkort naar een definitieve locatie zal verhuizen. We zijn hier twee jaar geleden op 15 juli zijn we hier gekomen met het idee dat we hier 2 jaar zouden zitten. We zijn, het bestuur is bezig met een landje te verwerven waar we een nieuw pand kunnen bouwen. Alleen helaas loopt het allemaal niet zo snel als dat we hoopten. Dus dat gaat waarschijnlijk nog wel een jaar duren. Maar goed, tot die tijd zijn we op deze locatie aangewezen. En aan de ene kant ben ik heel blij dat we hier zitten hoor. Aan de andere kant is het hier veel te klein. We kunnen lang niet alle dieren die aangeleverd worden hier zelf verzorgen. Dus we moeten om die reden met heel veel andere vogelopvangen samenwerken. Ja, we zijn 2 jaar geleden zijn we begonnen als officieel vogelasiel. Het is aan de ene kant fijn als je dan zo'n opstart doet dat je niet alles zelf verzorgt. Maar ja, uiteindelijk, daar leid ik wel de mensen voor op. Het blijft toch zeker nu in de jonge vogeltijd wel jammer dat je al die jonkies binnenkrijgt. En die je dan niet zelf op ziet groeien. Dat die uiteindelijk toch weer naar een andere opvang moeten om daar het laatste stukje van het opgroeien mee te maken. De vogelopvang en de ambulance zijn nog op zoek naar vrijwilligers. Een baan die niet voor iedereen is weggelegd. Enerzijds moet je voldoende dierenliefde natuurlijk hebben. Aan de andere kant wil ik ook zeker even aanstippen dat je ook niet te veel dierenliefde moet hebben. Het is namelijk zo dat van de dieren die wij krijgen, daar zit ook het een en ander bij wat het gewoon niet gaat halen. Er zijn bepaalde breuken die niet te repareren zijn. Van allerlei dingen. Dus er gebeurt ook genoeg wat gewoon niet zo prettig is. Dus niet alleen maar vrolijk jonge vogeltjes voeren. Er zijn ook gewoon vogels die zwaar gewond binnenkomen en die eigenlijk alleen nog maar geëuthaniseerd kunnen worden. En als je daar echt 's nachts wakker van ligt, dan zou ik het je niet aanraden om hier te komen werken. Koop hier je blije planten. Of koop je planten op de happyplants.shop. Hier, neem maar een flyer. Wilt u een plantje kopen? Dankjewel. Vandaag hebben we de ondernemersmedailleuitreiking voor 2 groepen kinderen. En de bedoeling is eigenlijk dat wij de kinderen
dingen mee willen geven waardoor ze beter aansluiting kunnen vinden in de maatschappij. Dus op school krijgen ze bijvoorbeeld vooral rekenen en taal mee. Wij proberen ze mee te geven als iets tegen zit, wat doe je dan? Geef je op of ga je door? Als iets niet lukt, wat doe je dan? Ga je opgeven of ga je proberen oplossingen te bedenken? Als je iets niet weet, weet hoe het moet, wat doe je dan? Dan kun je bijvoorbeeld advies vragen aan ondernemers en bedrijven die jou gaan helpen. Er was een persoon in een meet en die zei welke doelgroepen we wouden bereiken. Maar we hadden meerdere ideeën en toen wouden we toch gaan voor planten. Toen moesten we gaan kiezen, want we konden niet alles doen. We moesten een keuze gaan maken en toen kozen we toch maar voor planten. En we gingen ook nog naar mensenhuizen aanbellen en flyers uitdelen. We gingen ook nog naar de winkels, gingen we flyers uitdelen. En we gingen natuurlijk, hadden ook nog een website en daar webshop. En daar hadden we ook nog allemaal planten, zeg maar, mensen konden die webshop dan opzoeken. We gingen een loterij opzetten en daar hadden en dat was eigenlijk, mag dat niet, staat in de wet dat kinderen niet per se dat kinderen niet een bedrijf mogen opzetten. En toen hadden we bij de postcode loterij hadden ze hulp ingeschakeld. Een iemand die iets doet waardoor het wel kan. Nou proberen een soort van te regelen. Ik zorgde voor het spullen en decor, dus toen heb ik een tekening gemaakt hoe ik het een beetje wou hebben, zeg maar. Dus dat mocht ik volledig doen hoe ik het, zeg maar, wou. En we waren eerst van plan om het met een rat te doen, maar dat is wel moeilijk om zo'n mooie grote rat te regelen. Dus toen besloten we het met badden te gaan doen. We gingen gewoon met een tafel gingen we aan de straat staan en toen stonden er planten op de tafel. En toen gingen kinderen vragen aan mensen die langskwamen, willen jullie een plant kopen? En soms dan wouden mensen wel een plant kopen. De ontmoetingsplek voor 55-plussers in Leiderdorp gaat deze week weer van start. Clubhuis de Derde Helft is vanaf nu iedere woensdag en donderdagochtend gratis te bezoeken op Sportpark de Bloemerts. In de afgelopen maanden is er een uitgebreid programma opgesteld door RCL en Alecto. Er wordt niet alleen gevoetbald en gehockeyd. Om 9:15 is er een fietsuur en om 9:30 een wandeluur. En dit gebeurt natuurlijk niet zonder dat eerst alle spieren losgemaakt zijn. Iedereen mag meedoen, ongeacht het niveau. Het geheim van de derde helft ligt volgens de organisatie bij het samen bewegen. Onder leiding van een fysiotherapeut kunnen de deelnemers zich nog wat extra in het zweet werken, want daar was geen ontkomen aan. De zon scheen extra fel. In de maand juni kunnen de deelnemers genieten van een uurtje More Than Dance met Giselle Oosten. Het walking voetbal is een groot succes. Fanatiekeling Gerard probeert het record hooghouden te verbreken. Hij is blij met zijn ploeggenoten, maar ook met de trainer van vandaag. Een oud voetbal international leert de voetballers de nodige tips en tricks. Ja, nee, je ziet inderdaad, de stad loopt weer vol. Het moet wel veilig blijven, dus daar blijven we op letten. Maar je merkt dat mensen het wel gemist hebben. En je merkt dat mensen echt de lokale ondernemer een hart onder de riem willen steken. En je merkt ook weer dat de ziel terug in de stad is. En daarom is het zo belangrijk dat mensen, zeg maar, bewust gaan nadenken van, hey, als ik een keer iets wil kopen, ga ik dan de stad in? Of doe ik dat van de bank via een paar klikken via Amazon of zo? En ja, dan verdwijnt het geld naar Amerika en anders blijft het geld in de stad. En dat is voor iedereen beter. Centrummanager Gijs Holla is blij dat de markt en de winkels in de sleutelstad weer geopend zijn. Hij heeft direct een verzoek aan het winkelende publiek. Hij vertelt over het nieuwe initiatief Liever in Leiden. Op dit moment is het nog een online platform waar eigenlijk te zien is wat er aan winkels en horeca in de stad is, in de binnenstad van Leiden. Maar in de toekomst gaan we het doorontwikkelen en dan is het de bedoeling dat het een alternatief gaat worden voor een aantal bekende platforms om bijvoorbeeld je eten nu thuis te laten bezorgen of om te reserveren bij een restaurant. Want realiseer je, elke keer dat je dat doet, gaat een deel van wat je betaalt, het geld wat je betaalt, gaat niet naar de lokale ondernemer toe, maar dat gaat naar de aandeelhouder van die grote internationale platforms. En daar willen wij vanaf. En overigens is het niet een initiatief van alleen ons, maar ook bijvoorbeeld Leiden Shopping en Lekker in Leiden. Dat zijn eigenlijk ook mensen met hart voor de stad, die al een aantal jaren bezig zijn om die stad zo leuk te houden. Die hebben zich inmiddels aangesloten bij dit initiatief.
En we hopen de komende jaren dat zo groot mogelijk te maken. Want alleen kunnen we niet. We moeten het echt met de hele stad moeten schouders eronder zetten. Anders dan bijvoorbeeld thuisbezorgd is liever in Leiden gratis voor de ondernemers. Toch kost het geld. Dat kost zeker geld, maar wij denken dat wij dat kunnen betalen. En dat doen we onder andere door goed samen te werken met de gemeente. Maar ook alle ondernemers in de stad, die betalen al een extra belasting. En dat krijgen wij. En wij willen een deel daarvan inzetten om eigenlijk op die manier zeg maar het gratis te laten zijn voor de ondernemer. Dus als mensen bij ons bestellen, straks in de toekomst, reserveren of bestellen, dan gaat alles, 100% opbrengst, gaat naar de ondernemer toe. Vier jaar geleden maakte kunstenares Theolieke Smit de tentoonstelling Onbekende Heldin, waarbij ze foto's gebruikte van vrouwen uit de krant. Nu komt er een vervolg, De Ketting van Verbinding, en vraagt Theolieke aan vrouwen om handgemaakte kralen aan te leveren. En pak eigenlijk iedere dag dat de post komt wel een envelopje uit de brievenbus. Of sommige mensen die het al mee gebracht hebben naar mij. Dus de verbinding komt echt tot stand. Ik ben er ongelooflijk blij mee met de verhalen die ik nu krijg en de kralen of schelpjes of steentjes. Van oudsher zijn kralen natuurlijk al in onze geschiedenis aanwezig, al vanaf de prehistorische tijd. Vanuit mijn jeugd ben ik katholiek opgevoed. Ik was gefascineerd door een rozenkrans. De rozenkrans heb ik in meerdere werkstukken eigenlijk altijd gebruikt. Dus dat herhaalt zich. De kraal associeer je natuurlijk ook met de sieraad als ketting. Het is niet zomaar een ketting. Het is een verbinding van symbolen die je eigenlijk aan elkaar cadeau geeft. Ik vraag een kraal van een vrouw. En ik geef het eigenlijk cadeau aan een vrouw in de verbinding van de ketting. Die glazen medailles komen tussen die kralen van al die mensen die ik krijg. Ik bewerk glasplaten met glasfusing. En daarna graveer ik het in. En dan ga ik ook nog eens een keer brandschilderen. Het moet echt een grote ketting worden die je echt in een ruimte op kan hangen. Die voor iedereen goed zichtbaar is. Ik hoop dat natuurlijk een keer te kunnen tentoonstellen sowieso in Leiden. Maar ik hoop eigenlijk met dit project en ook met het Onbekende Heldin, het andere project, hoop ik op reis te gaan door het land. Bij vrouwenverenigingen, bij kerken, bij misschien asielzoekerscentra. Verschillende groeperingen waar ik dus de Onbekende Heldin kan tonen en dat de mensen het ook kunnen ervaren. Daar wil ik natuurlijk ook de kralen voor verbinding bij hebben. En eigenlijk is mijn plan nu al om dan tijdens die reis door Nederland ook met vrouwen kralen te gaan maken. Het mooie van de kraal, het heeft zoveel betekenis. Ik ben er echt blij mee met dit project dat ik het nu zo op deze manier doorzet. Ja. We zaten vooral heel veel op de laptop en zo, eigenlijk naar al het speelgoed wel te kijken en we mochten eigen prijzen geven. Na een informeel gesprek met de deelnemers reikt de wethouder Marleen Dame donderdag ondernemersmiddagjes uit aan een groepje kinderen uit de Mors. Na school richten ze onder begeleiding van de mixclubs eigen bedrijfjes op. Een bedrijf oprichten en zelf nadenken is wel een ontzettend mooie manier om te ontdekken wat je leuk vindt en waar je goed in bent. En dat is het hele doel hierachter natuurlijk. Om samen met kinderen jouw ondernemen te leren en te ontdekken hoe je dat doet. En dat doen ze heel knap. Wij hebben een bloemenbedrijf opgericht. En we gingen dus langs de deuren met bloemen voor mensen te verkopen eigenlijk. Ja, we gingen ook op school. We hadden eerst aan onze juf gevraagd. En die had het aan de rest van de school gevraagd. En toen gingen we langs en toen had iedereen gekocht. En daar waren we echt heel erg blij mee. Ik zelf
Ik wou echt al heel lang eigenlijk allemaal spulletjes verkopen, maar ik wist ook niet hoe het moest. Vanaf de eerste dag dacht ik echt zo van, ja, dit gaat echt heel leuk worden om te doen. En dat is ook zo geworden. Alle kinderen die deden ook gewoon super goed mee en zo. En we hadden heel goed de taken verdeeld. We hebben zelf ook allemaal mensen en zo opgebeld die ons allemaal konden helpen. Samen met Rogier, die is van de bank. En die heeft ons een cheque uitgedeeld. Bankier Rogier Gardien twijfelde niet toen hij werd gevraagd om de jonge ondernemers te helpen. Per team hebben ze €300 geleend. En tenminste, dat was dan hun idee om dat te lenen. Net als een echt bedrijf, hè, om het zo echt mogelijk te laten lijken. En wij hebben besloten om dat te doneren. Gewoon om ze ook te steunen. Kijk, de lessen die ze leren die zijn natuurlijk veel waardevoller wat dat betreft dan de cheque zelf. Maar het was wel leuk om op deze manier hun nog iets extra's te kunnen geven. En welk bedrijf zou Marleen Dama eigenlijk oprichten als ze geen wethouder was geworden? Zo, dat is een goede vraag. Daar heb ik eigenlijk nog nooit over na. Ik denk iets met koken en eten, want dat is een grote hobby van me, allebei. Ik ben er eigenlijk wel heel erg trots op. En ik ben er ook heel vaak aanwezig, zo vaak als mijn agenda toelaat. En dan geniet ik ontzettend van de mensen, vaak wat oudere mensen, die elkaar ontmoeten, die wat aan elkaar hebben, die bewegen. Met een bescheiden coronaproef feestje op het binnenplein van de brandwacht in Leiderdorp vierden de vrijwilligers van de derde helft dat balkonbewegen inmiddels nationaal is opgepakt. De Leiderdorpers zijn hier vorig jaar mee begonnen en maken sindsdien wekelijks een beweegronde langs een aantal seniorenflats in de gemeente. Deze mensen zijn het hele jaar, elke keer, elke woensdag om 11:45 tot 12:15 hebben ze meegedaan aan balkonbewegen. Slechts 2 keer hebben we dit jaar niet gedaan. 1 keer hebben we af moeten zeggen wegens IJssel, dat is door de organisatie afgezegd. En 1 keer zijn we moeten vluchten voor een stortbui. Dus wat dat betreft een applaus. Tennislegende Tom Okker kreeg ooit de bijnaam Flying Dutchman. Hij is ambassadeur voor All Star Tennis en zet zich actief in om ouderen in beweging te houden. Ja, ik ben heel oud. Ik ben 77, maar ik vind dit soort dingen leuk om te doen. Blijf je in beweging. Op een speciaal voor de gelegenheid aangelegde tennisbaan kreeg burgemeester Laila Driessen de kans om een balletje met de oud-kampioen te slaan. De burgemeester sloeg een hele leuke bal. We hebben leuke rallies gemaakt. We spelen met een wat zachtere bal in deze spelvorm. Een kleiner veld. Maar ze deed heel goed. Nou ja, eigenlijk een droom die uitkomt. Want ik ben van de tijd dat hij de finale van Wimbledon haalde. En het is fantastisch om hem hier dan zoveel jaren later te spreken en te treffen. Met deze organisatie wilde ik daar ook voor complimenteren. Een draaiorgel maakte de feestvreugde op deze tweede Nationale Beweegdag compleet. Wat doet de 77-jarige Okker eigenlijk zelf om in beweging te blijven? Ik doe een paar keer per week een beetje fitness en ik tennis af en toe, zoals ik al zei, en ik speel veel golf. En als je 18 holes speelt, dan loop je ook al gauw 10 kilometer of meer. Dus blijf wel een beetje goed in beweging. En burgemeester Driessen? Nou, ik deed de hond uitlaten, maar we wandelen heel erg veel. En moet even voorzichtig zijn dat ik me niet blesseer. Ik beweeg wel, maar niet meer in georganiseerd sportverband, zoals met tennis. Ik heb ook veel gehockeyd, maar dat moet je op mijn leeftijd eigenlijk niet meer doen.